Hallo. Hallo. Nicole. Nicole. Ja. Ik heb een vraagje. Het slaat een beetje aan op het verhaal van de vorige mevrouw. Ik heb sinds december de diagnose borstkanker met uitzaaiing in het lever. Ik heb inmiddels 2 chemokuren gehad. En ik vraag me af, als ik nu met wietolie zou starten, of dat dan de chemo versterkt. En ik wil wel graag de chemo afmaken natuurlijk. Hoeveel chemo's krijg je? Ik krijg 4 keuren AC en daarna nog een keer 12 weken elke week. Zo. Nog een keer. Wat is de prognose? Ja, ook daar doen ze geen uitsluitsel over natuurlijk. Vraag om een second opinion, hè? Heb ik al gedaan. Oké, en ook geen uitsluitsel? Nee, ik heb meerdere uitzaaiingen in de lever. En in eerste instantie zouden ze de lever kunnen opereren. En nu is dat dus niet meer mogelijk. Dus ja. De prognose is natuurlijk slecht. Ja, is alleen, ernstig, hè? Een leveruitzaaiing. Ja. Dus ik vraag me dan af van, wat zou je druk maken? Kijk, als die chemo niet helpt. Nou, ik denk dat de chemo helpt. Ik moet er even bij zeggen, want ik voel zelf dat de borsttumor al aan het slinken is. Oké. En hoogstwaarschijnlijk is de tumor in de lever hetzelfde, of de tumoren in de lever hetzelfde. Dus dan zal dat ook doorwerken. Krijg je scans? Ja, na de 4e kuur krijg ik een scan. Oké, dus dan kun je het vergelijken. Ja, maar goed, ik voel het zelf al, dat het geslonken is. Oké. Ja. Maar ik vraag me dan af, want ik slaap goed. Ik heb nog heel weinig lichamelijke klachten nog. Ja, maar bij de 2e kuur heb je nog niet zoveel klachten. Nee, dat komt nog wel. De eerste week na de kuur heb ik wel heftig gereageerd. Maar ik bedoel, ik heb niet echt pijn. Ik slaap goed. Als je wietolie gebruikt, dan zal je veel minder last hebben van bijverschijnselen als die komen. En die komen meestal na een aantal kuren. Dus hoe eerder je ermee begint, des te beter eigenlijk. Aarzel niet, en dan begin er wel mee. Ja, en dan ook de combinatie van THC en CBD. Ja. Die moet ik dan apart, naast elkaar? Apart, want dan heb je 2 mogelijkheden. THC heb je dus echt wel nodig als je kanker wil bestrijden of er iets mee wil. Mm-hmm. CBD heb je nodig, want samen werkt het beter. En CBD kun je ook nog apart gebruiken als middel om eventueel te high worden te reduceren. Dus je hebt dan 2 mogelijkheden, je kan mee spelen. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ik wil 's morgens vroeg niet beginnen met THC, maar dan neem ik CBD. Okay. En in de loop van de dag neem ik er THC bij en CBD enzovoorts. Okay. En vlak voor het slapen gaat geen CBD meer, want dan blijf je wakker, maar wel weer THC. Ja. Dus je hebt meer mogelijkheden. Ja, want ik hoorde u zeggen, zo hoog mogelijke dosis. Alleen ik heb 2 jonge kinderen. Dus ik wil wel liefst helder blijven. En ik zal toch mijn kinderen een beetje goed moeten... Daar zou ik me pas druk om maken als het ook inderdaad zo is. Want het is niet zo dat jij niet in de gaten hebt dat je kind van de trap afvalt of zo. Nee, okay. Of dat je niks meer weet te zeggen. Dat valt heel erg mee. En je kan jezelf daarin ook trainen. Weet je wel? De eerste keer dat je te veel hebt genomen per ongeluk, wil je alleen maar slapen, ik noem maar. Maar de 2e keer, dan kun je het al beter voorkomen en weet je ook beter wat je moet doen. Maar het is in ieder geval niet zo dat je bang hoeft te zijn voor je kinderen. Nee, oké. Ja. Hoe oud zijn je kinderen? 8 en 14. Oké. En die weten wat je hebt? Ja. Oké. Nou, dan zou ik ze er maar zoveel mogelijk bij betrekken. Ja, dat doe ik wel. Alleen, vooral mijn jongste zoon heeft de overtuiging dat de chemo mij beter gaat maken en dat ik nog lang niet dood ga. Dus daar houden we ons gewoon aan vast. Ja. Dus, het is nooit zeg je, we moeten in mijn huis een wondermiddeltje ontdekken. Oh, weet je wel. Wil je ook wat. En dan word je vrolijk van en zo. Ja. En slaap lekker. En dan heb ik minder last van de chemo straks. Ja, kijk maar hoe ver je komt. Want dat valt moeilijk te voorspellen. Nee, dat is ook zo. Maar hou in de gaten wat de scans zeggen, want die geven aan, dat zijn de snelheidsmeters op jouw dashboard, en die geven aan welke kant het op gaat. En dan gaat de goede kant op, oké, ga lekker mee door. Gaat de verkeerde kant op, dan is het belangrijk dat je dat weet. Dan weet je wat je eventueel kan doen. Ja, precies, en dan wil ik ook zelf voor kwaliteit. Ja, misschien zeg je wel, nou stop ik ermee, of we gaan lekker door, of we gaan er dat bij gebruiken, of wat dan ook. Voeding. Dat weet je nou ook, hè? Dat voeding een belangrijke factor is. Ja. Doe je al wat met voeding? Ik ben er wel al bewust mee bezig. Okay. Niet heel radicaal, maar... Oh, de witte suiker?
Heb je die al het huis uitgebonsuurd? Nee, nog niet. Oeh, want kankercellen worden gevoed door suiker. Met name witte suiker. Ja. Kankercellen leven in een verzuurd lichaam. En kunnen bepaalde stoffen niet opnemen om energie uit te halen. Maar halen hun energie uit suiker. Oké. Dus als jij een volkomen suikerloos dieet gaat volgen. Dan honger je als het ware kankercellen uit. Dat wil niet zeggen dat je daardoor geneest. Maar je stimuleert het in ieder geval niet meer. Ja, dat is belangrijk. Ja. Nou, dat is een stapje is makkelijk te maken. Ja. En als jij twee weken, drie weken geen suiker meer gebruikt, witte suiker, en je gebruikt weer witte suiker, dan vind je dat vies. Dan is het niet meer zoet, maar dan gaat het zuur smaken en naar smaken. Dan merk je pas hoe naar witte suiker eigenlijk is. Het is een van de belangrijkste oorzaken van heel veel ziektebeelden in onze moderne maatschappij. Ja. Hard roepen. Ja, kijk, suiker, bij Albert Heijn zit het in brood, alle koekjes, het zit in groenten, in potjes en blikken. Het zit eigenlijk overal in. En daarom kun je beter biologisch eten. Want die mensen gaan op een andere manier om met voedsel. En nog even een dingetje, Wim van der Meer, die hebben jullie wel gezien. Dat is die man die heeft een boek. Die staat op de markt en die heeft een boek en dat gaat over voedsel en kanker. En Wim van der Meer die heeft het over salvestrolen. En dat is hartstikke interessant. En salvestrolen zijn de stoffen die groenten en fruit produceren op het moment dat ze worden aangevreten door insecten. En dat is een afweerstof. Maar die afweerstof die heeft als eigenaardigheid dat die samen met een enzym dat alleen in kankercellen voorkomt, reageert. Waardoor die apoptose weer op gang komt. Met andere woorden, vroeger aten we groenten en fruit die was aangevreten, waar beschadigingetjes aan zaten. Dat aten we en dat zorgde ervoor dat we minder snel kanker kregen. Als je tegenwoordig groenten of fruit haalt bij Albert Heijn, daar zit groenten en fruit bij, die heeft in zijn leven nog nooit een vlieg gezien. Misschien al een paar honderd generaties niet meer. Die zijn helemaal mooi en gaaf. En ga je naar de biowinkel en je ziet appeltjes met dutjes en dingetjes, dan zijn wij nu zo dat we zeggen, ja, dat wil ik niet, of groente, maar dat is juist gezond. Dat boek van Wim van der Meer, hè, over salvestrol, even koop dat ding, want het boek is ook heel leesbaar. Het is geen ingewikkeld boek, hij schrijft heel helder. En als je daar leest over salvestrolen en wat het doet met kankercellen, dan ga je gelijk naar de biowinkel en dan zoek je de meest gebutste appeltjes en groentes op. Echt waar. Dat is zo belangrijk. Dat is een enzym, dat zit alleen in kankercellen. En salvestrol reageert met dat enzym en brengt weer die celafbraak op gang. En dat is dus iets dat we missen, omdat de groente en fruit die we tegenwoordig in de supermarkt kopen, zo mooi beschermd is tegen insecten en beestjes. Waardoor er gewoon een heel stuk minder gezondheidswaarde aan zit. Oké. Ga ik zeker mee aan de slag. Weer een stukje preken. Succes erbij. Maar die voeding, doe er wat mee. Ja, en die suiker, weg ermee. Dankjewel. Hallo. Ja. Wat vergis je niet, hè? Als de politiek zegt van de cannabiskweek in Nederland is voor de export. Dat is geloel, zou Ernst Happel zeggen. Ik weet niet of jullie nog Ernst Happel kennen. Maar die noemden dat allemaal geloel. Ja. Want heel Europa staat vol met grow shops. En het is absoluut niet logisch om in Nederland wiet te telen en dan te proberen dat naar Engeland te smokkelen. Ik bedoel, je krijgt al nauwelijks een illegale immigrant Engeland binnen. Laat staan honderden kilo's illegale wiet. Words away, I gotta dance just a little bit, move to be free, keep my head up, don't
forget to be me. Like I won $1 million, like I hit the pay dirt. Kinda smile from ear to ear, the kind that makes a face hurt. And we'll laugh, jump, sing loud, not afraid to shout about being happy, living it out. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, gotta find a life.